Hallo, welkom allemaal bij een nieuwe replay. En we kijken ook mee met een nieuwe speler op mijn kanaal. We kijken mee met Super Bakey. Zit in de Clan Terms. En hij speelt in zijn 907, Clan Wars Reward Tank. In het tier 10 game. Maar het grootste gedeelte is tier 9, of eigenlijk tier 8. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd. Dat is eigenlijk best wel vaak zo. 3 arties, dus dat is zeer vervelend. En toch gaat Super Bakey naar de medium plek, zeg maar, waar ik ook naartoe zou gaan in deze tank. Of eigenlijk in bijna elke medium tank. Maar ja, met 3 arties is deze plek wel super gevaarlijk. Want ja, stilstaan betekent eigenlijk geraakt worden. Of target zijn voor Artie. Hij kan hier wel zijn hull down tactics goed gebruiken. En daar is inderdaad 1, 2 arties schoten. Want ja, deze tank is net als heel veel van de andere Russische mediums goed in het hull down spelen. Hoewel deze tank daar wat minder goed in is dan 22A bijvoorbeeld. En daar hebben we de eerste Emorek damage. Dat is een andere nadeel van deze tank. De Emorek is erg zwak. En we zien Super Bakey dan ook met 2 repair kits spelen. Dus met een small repair kit en een large repair kit. Dus hij speelt zonder... hoe heet het? Met kit. En dus ook zonder voet. En ja, hij werd hier geraakt door een arty, maar eigenlijk ook gemist. Want de arty deed maar iets van 100 schade, dus dat viel mee. En die Skoda T50 is nu opgeruimd. Dus dat betekent dat hij aan de slag kan, door kan rijden en andere tanks kan beschieten. En ook misschien even de arty focus kwijtraakt. Het is natuurlijk wel zaak om die FV nu op te ruimen, maar kijk eens even wat daar wordt gespot. Een TVP T50 51 en die zit blijkbaar in de reload, want die rijdt weg. Oh nee, toch niet. Hij beschiet hem zelfs. 3 keer on the move, 3 keer ook raak, maar goed. 3 keer ook een bounce, dus wat dat betreft niet zo erg. Hele vreemde manoeuvre van die TVP. En dat zorgt er eigenlijk voor dat... Super Bakey, die overigens in platoon zit met Jerry in zijn Centurion Action 10. Dat ze met z'n tweeën die TVP kunnen gaan bewerken. Super Bakey spot hier de Arty, een van de Arties. En bounce vervolgens op hem, want ja, we weten allemaal dat Arty heel veel armor heeft. En Arty weet zelfs nog een schot op hem te doen. Gelukkig kilt hij hem niet. Maar de andere Arty kilt Jerrytje uit. Dus ja... Arty is toch wel een grote factor in deze game. Dat was wel te verwachten. Het is niet zoals de game zou moeten werken. Maar helaas werkt de game zo wel. Als er 3 Arty's in de game zijn, kan je eigenlijk gewoon verwachten dat je een kut game hebt. En dat gold dus eigenlijk voor Jerrytje. Maar dat gaat veel minder gelden voor Super Bakey. Die hier eventjes de SU-101. Die doet ook een hele rare actie. Turretless Tank Destroyer natuurlijk, die gewoon voorbij rijdt. Tijd om die wel eerst uit te schakelen voordat hij hier met die TR20 Prot aan de slag gaat. Want ja, 1 tank tegelijk, laten we maar zeggen. Ja, TR20 Prot heeft geen volledig draaibare turret. Dus dit is een walk in the park. En wat ook nog een voordeel is, is dat hij hiermee ook nog redelijk beschermd is tegen Arty. En hij schakelt de prototype netjes uit. En heeft hij nog maar 1 APCR shell over. Want ja, deze tank heeft ook niet bijzonder veel shells. Nou heeft Super Bakey natuurlijk ook al aardig wat damage moeten doen. Maar dus nog maar 1 APCR shell. En dan nog 18 heat en 2 HE shells. Dus hij zal nog flink moeten carryen om deze game te winnen. Want inmiddels staat het 8-12, 9-12. Dus het team staat eigenlijk al een groot deel van de game achter. Super Bakey en zijn platoonmaat hebben weliswaar de 1-2-3 lijn aardig netjes opgeruimd. Maar de tegenstander heeft hetzelfde gedaan met de 8-9-0 lijn. En daarbij ook nog wat meer tegenstanders uitgeschakeld dan Super Bakey heeft gedaan. En Bakey is zelfs nog de enige tank in zijn team, want de rest is nog Arty. Nu is er nog maar eentje over. En die is ook in gevaar. Maar goed, Bakey is op tijd terug hier. In ieder geval om de cap te verdedigen en om hier de IS-7 te killen. En dan heeft hij het nu te maken met een T-49 die hem frontaal weet te raken. En ja, hij had hier misschien beter kunnen focussen op de Bulldog voordat hij die Arty killde.
Maar goed, nou krijgt wel Beke de kans om Colobano's medaille te halen. Want het was even kort een 1 versus 5. Nadat hij de Bulldog heeft gekild is het een 1 versus 4. En hier nu de T49 uitschakelen met een mooie Amorek. Die volgens mij schoot de T49 nog vlak voordat hij gekild werd. Maar hij miste gelukkig. Dus het is nu een 1 versus 3. Gelukkig zijn tussen aanhalingstekens twee van die drie tanks zijn arties. Dus dat maakt het wat makkelijker. En Beke heeft ook nog aardig wat hitpoints. Maar goed, je moet het natuurlijk nog wel even doen. En we weten allemaal dat Artie shotgun-modus zeer goed kan zijn. En je zomaar in één keer geshotgund kan worden. Dus het is nog zeker niet gespeeld. En bovendien is er ook nog een Easy 152 in de game. Ja, die kan natuurlijk meteen de hitpoints van Beke halveren. En hier heeft hij erg veel mazzel. Voor hetzelfde geld was dit een one-shot geweest. Die M53 schiet mis. Nou, en dat is weer een kill erbij. En nu is het nog maar 1 versus 2. En is ook de gevaarlijkste Artie, degene met een turret, uitgeschakeld. En we zagen daar een Artie Shell ver verwijderd van Beke. Dus de FV heeft ook geschoten, de FV207. We gaan even een stukje doorspoelen, want er wordt aardig wat rondgereden. Beke vraagt, of zijn teamgenoot vraagt, hoeveel hitpoints is Isu nog heeft. En dat wordt niet beantwoord helaas, dus dat weten we niet. Hij weet hier wel de FV207 uit te schakelen, die toch op een bijzondere plek stond. En hem ook nog wist te raken. Gelukkig miste die hem half en kostte het slechts 400 zoveel hitpoints. Maar goed, 826 hitpoints heeft hij nog over. Dat kan natuurlijk door een Isu 152 als hij de BL-10 gun gebruikt. In één keer eraf worden gehaald als hij goed rolt. Dus het is wel iets om rekening mee te houden. En wat Beke nu heel slim doet is deze rots tussen hem en de Isu houden. En kijken of hij vanuit daaruit de Isu kan bestoken. En dat lijkt ook te lukken inderdaad. Dan moet je hem alleen niet bouncen met heat. Vrij bizar dat hij hem op zijn superstructure bounce met heat. Maar goed, het zal waarschijnlijk net in zijn gunmantlet zijn gegaan. Ja, nu is het zaak om proberen achter die Isu te komen. De Isu heeft natuurlijk geen turret. En het lijkt ook Beke's plan te zijn. Misschien had ik geprobeerd om iets eerder al over die spoorlijn heen te gaan. Maar Beke kiest ervoor om helemaal om te rijden. En ja, dat is wel de wat veiligere keuze, denk ik. En inderdaad, mooie flankactie hier in de Isu. En misschien kan hij hem meteen al uitschakelen, dat zou mooi zijn. En inderdaad, mooi gespeeld, is goed uitgespeeld. Laten we gaan kijken naar de statistieken. Ja, flinke rij aan medailles zo. Natuurlijk de Ace Tanker medaille. De Colobanos medaille voor het 1 versus 5. Pascucci's medaille voor het killen van alle arties. De Pools medaille natuurlijk voor de 11 kills. Dus ja, een paar flinke epic medailles die je niet elke game haalt, zeg maar. En daarbij ook nog een high caliber en de bijbehorende Top Gun medaille. Hij heeft ruim 8000 damage gedaan, 11 kills dus. Goed voor 1506 basic experience. Ja, dat is op tier 10 wel echt erg hoog. En hij heeft 3 keer zoveel damage gedaan als de nummer 2 uit zijn team. Dat was de grill. En ja, Jerry had niet zo'n goede game. Die heeft maar 1 keer aangeschoten met de Centurion Action 10. Maar die werd ook volgens mij nagenoeg gewanshot door Artie daarna. Dus ja, dat kan ons allemaal natuurlijk overkomen. Super Beke heeft 37 keer geschoten. Daarvan 33 hits en 29 pens. Dus behoorlijk accuraat. Zeker aan het einde ging zo'n beetje alles raak. Dus dat was erg netjes gedaan. Hij heeft 12 van de 15 tegenstanders geraakt. En daarvan dus 11 gekild. En hij heeft zelfs ook nog ruimte gemaakt voor de 1389 assistance damage. En nog 41 Dika points. Dus ja, dat draagt natuurlijk allemaal bij aan die behoorlijk hoge basic experience van 1506. Beke, bedankt voor het inzenden van de replay. Jullie allemaal weer bedankt voor het kijken en tot snel.